Laten we met elkaar samen in gebed gaan. O Hemelse Vader, Heere God, dank u wel dat U van ons houdt, dat U ons kent van eeuwigheid her. Ieder van ons heel persoonlijk bij naam. Heere dat U in ons leven bent ingedrongen met Uw warme liefde. Dat U ons als gemeente gevormd hebt. Vanmorgen willen we U vragen of U ons Uw zegen wilt geven, zodat daardoor wij tot zegen mogen zijn. Persoonlijk en als gemeente. Zegent u de opening van uw woord, met dat oog, in Jezus' naam. Amen. Mensen, ik heb als thema voor vandaag, naar aanleiding van de handelingen 1, vers 8, moment... ...de laatste woorden, het allerlaatste woord van onze Heer, om dat samen te overdenken uit handelingen 1. En laten we het met elkaar lezen. En ik heb de NBG uitgekozen. Als u met mij wilt meelezen vanaf vers 4. En volgens mij gaat het ook geprojecteerd worden. We lezen Handelingen 1, vers 4. En het thema van vanmorgen is: Hoe werkt Gods Geest? En terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten. Maar te blijven wachten op de belofte van de Vader. Die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar Gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet vele dagen na deze. Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen hem en zeiden: Heere, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël. Hij zei tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuige zijn, te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria tot het uiterste der aarde. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk ontrok hem aan hun ogen. En toen ze naar de hemel staarden terwijl hij heenvoer, ziet twee mannen in witte kleren stonden bij hem. Die ook zeiden, Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Tot zover dit stuk uit het overbekende stuk uit het begin van de Handelingen, een van de mooie boeken in de Bijbel. Hoe werkt Gods geest? Het is een vraag die natuurlijk voor de discipelen toen ook aan de orde was, en dat was omdat zij natuurlijk de Heere Jezus zo persoonlijk, fysiek, oog in oog hadden meegemaakt. En Hij had gezegd: ik ga vertrekken, ik laat jullie echter niet alleen achter. Ik ga met jullie door middels, ja, de derde persoon van de drie-enigheid, de Heilige Geest. En hoe hij dan zou werken was voor hen toen een hele belangrijke vraag. En wij, wij hebben eigenlijk daarna 2000 jaar als gemeente dezelfde vraag. Als de discipelen kregen, vlak voordat de Heer vertrok. Als we Hem niet meer zien, hoe blijft Hij werken vandaag? En als het door de Heer Jezus was heel zichtbaar voor hen, het wordt door de Heilige Geest eigenlijk heel onzichtbaar. Want dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest is een kracht en tegelijkertijd de derde persoon van de drie eenigheid, maar niet zichtbaar. En als wij zeggen hoe werkt Gods Geest, dan vragen wij eigenlijk hoe Gods Geest zichtbaar in deze wereld doet, wat de Heer Jezus dat zei: zichtbaar in de toenmalige wereld. Waar de discipelen hem steeds hebben meegemaakt hoe Hij dat deed. En als wij naar Handelingen 1 vers 8 kijken, dan is het eerste antwoord op de vraag te vinden gewoon in vers 8. En ik ga vers 8 stukje voor stukje met u doornemen. Het begint met Maar gij zult kracht ontvangen. Het woordje kracht is een van de woordjes die zoveel gebruikt wordt als het gaat om hoe werkt Gods geest. Dat is zichtbaar aan kracht. Kracht die zichtbaar wordt. En dan hoor je wel eens, en ik heb het in uw midden wel eens gezegd: het woordje kracht is in het Grieks dynamis. En het woordje dynamis, daar is dynamiet van afgeleid. En zo hoor je menigmaal, dat mensen zeggen: als Gods geest werkt, dan is het als dynamiet. Een explosie. En dat zien we in handelingen toch gebeuren. Het Evangelie explodeert als het ware vanuit Jeruzalem naar Judea, geheel Judea, Samaria tot het uiterste der aarde. In hoofdstuk 28 breekt het boek eigenlijk af, maar gaat door met hoofdstuk 29, 30. En het doorgaan van het boek tot aan vandaag is die kracht van Gods geest. Maar er gebeurt iets als je dat woord, zoals dynamiet. Duidt, waardoor je het gevoel hebt dat eigenlijk het werk van God's Geest, wat zo zichtbaar is, iets spectaculairs heeft, iets wat buiten gewoon is. En hebben we dan wat Jezus hier zegt, wat hij aan zijn discipelen zegt en over hen heen ons zegt, hebben we dat dan goed begrepen? Dat als Gods geest zichtbaar werkt, als zijn kracht zichtbaar wordt. dan gebeuren er buitengewone dingen. Denkt u even met mij logisch na: dynamiet. Heeft de Heer Jezus toen Hij dit zei. aan het woordje dynamiet gedacht? Wanneer is dynamiet uitgevonden? 18 eeuwen later. En die explosieve kracht. Die wij bij dynamiet oproepen als woordje, was toen niet de betekenis van het Arameese en het Hebreuze, en hier dan het Griekse woord waarin handelingen is geschreven. Dynamisch, als je een hedendaags woordje wil pakken, wat lijkt op de betekenis toen, is dat veel meer de dynamo. Dat kleine dingetje voordat het elektrisch was, wat in beweging kwam als het wiel draaide. En als het wiel draaide, als wij reden, dan was er licht. En het woordje wat dynamisch toen eigenlijk vandaag zou mogen oproepen... net als dynamo, het is vermogen. Het is energie. Maar wij, met name in Nederland, wat zijn we toch een fietsend volk? Heel gewoon. We hebben, ik zeg wel in het buitenland... in Nederland heb je meer fietsen dan inwoners. Ik denk dat ik gelijk heb. Hoeveel fietsen heeft u thuis? Waarschijnlijk... Iets meer dan het aantal mensen wat in huis woont. Het is zo gewoon. En als je kijkt naar tegen wie het gezegd wordt, gij zult kracht ontvangen. Eigenlijk waren dat heel gewone mensen. Dat was wat tegen hen gebruikt werd. Als je later in handelingen ziet, het zijn gewone mensen. Ongeletterd werd gebruikt. Er werd neergekeken op deze elf apostelen. Wie zijn die G? De namen worden genoemd vanaf vers 12 en 13. Bij namen en als je het ziet, gewone mensen, vissers. Niet dat ze uit Katten kwamen. Maar het vissen in die tijd was een beroep. wat zo algemeen was rond al de meren van, ja, uh, van, van die streek. Het waren twee grote meren al die vissersbootjes, daar had Jezus een aantal... en hij had ook een belastingambtenaar uitgekozen. En zo had hij een aantal mensen uitgekozen uit het dagelijks leven... maar niet de geestelijke leiders. En aan hen zegt hij, gij zult kracht ontvangen. Er zal energie komen in jullie leven aan deze gewone mensen. Dus als wij de vraag stellen, hoe werkt Gods geest... dan is het... Ook vandaag, 2000 jaar later, door ons heen, gewone mensen. Het is niet in het bijzondere. Als je het Evangelie door handelingen ziet groeien, is het woordje niet preken waardoor het gebeurde, maar een van de woordjes is babbelen. Het Griekse woord lallen, lalein. Een alledaags ding. Het Evangelie vond vooral. Zijn verspreiding, omdat mensen door de weeks met elkaar, toen niet bij de supermarkt, of bij de buren wel zoals vandaag, maar in de straat, niet zoals vandaag bij school, het schoolplein, op een andere manier in die samenleving, maar niet vanaf het podium, niet vanaf de kansel, maar in het gewone dagelijkse leven. Dus als Gods geest door ons heen werkt, hebben wij geen speciale opleiding nodig. We hebben niet speciale activiteiten nodig, zoals op zondag of nu op hemelvaart. Gods weest werkt dagelijks door ons heen, zoals we zijn. Heel belangrijk om te beseffen, antwoord op de vraag, hoe werkt Gods geest? Hoe wordt zijn kracht zichtbaar in gewone dingen, wanneer wij met elkaar omgaan? Vaak als we het ons niet bewust zijn. Misschien wel bij uitstek. Als we kijken met elkaar naar het volgende punt... Hij die door ons heen werkt. De woordkeus is zo mooi. Gij zult kracht ontvangen en gij zult mijn getuige zijn. U zult dat hebben, zoals ieder die hier zit vanmorgen. Bij het woordje gij zult hebben wij, ook al leest u geen Statenvertaling meer, misschien geen NBG meer, zit u in de NBV. Bij gij zult denken wij aan een gebod. En een gebod, gij zult als een gebod, van wie hangt het dan af dat het gebeurt? Als ik tegen u uh, uh, thuis zeg, uh, gij zult dadelijk een heerlijk kopje koffie drinken, klinkt dat helemaal niet als een gebod. Als ik tegen u zeg, gij zult getuigen zijn, dan opeens verschuiven wij naar het is een gebod. En als het wel gebeurt, dan is het omdat wij gehoorzamen. Als het niet gebeurt, is het omdat wij niet gehoorzamen. En dan is het alsof de laatste woorden van de Heer, doordat hij zegt: gij zult getuigen zijn, de betekenis zouden hebben dat wij een opdracht krijgen. Zo hoort het wel eens: de laatste opdracht, de laatste woorden van de Heer geven ons de verantwoordelijkheid om te getuigen. Maar het woordje: gij zult, in de Statenvertaling wordt het nog steeds gebruikt, wat geboden oproept, de tien geboden oproept, is in het Grieks helemaal geen gebod. In het Grieks is het een toekomende tijd. Het is inderdaad, gij zult dadelijk een kopje koffie drinken. Een voorspelling van voor wat er gebeurt als deze dienst voorbij is. Als ik tegen een van jullie zeg die net aan mij vertelde: van ik heb slecht geslapen van gij zult goed slapen komende nacht. Dan zeg je, nou, hoe weet jij dat nou? Weet je wel? Maar als de Heer hier zegt, gij zult. Dan voorspelt hij wat er gaat gebeuren en hij weet het. Bovendien heeft hij aangegeven, omdat het Gods Geest is die het gaat doen, door ons heen, daardoor gaat het gebeuren. Met andere woorden, het hangt niet van ons af. Het hangt van Gods Geest af dat het gaat gebeuren. Dus hoe werd Gods Geest? Gods geest werkt dus niet alleen door ons heen, maar ook buiten ons om. Mijn moeder, velen van jullie kennen haar vast nog, die zei zo vaak tegen mijn broer en tegen mij: jullie zijn tot geloof gekomen, maar niet door ons heen. Wij hebben daar niets aan bijgedragen. En ik ben degene die dan beweert: ja, maar het is wel jullie opvoeding. Een christelijke opvoeding, wat denk ik voor haast iedereen in onze gemeente het geval is. Wat is dat belangrijk in onze groei om te komen tot een persoonlijke overgave aan de Heer? Ouders zijn zo belangrijk, Gods geest werkt door ouders heen naar kinderen toe. Daar zit een hele gevoelige snaar. Want wat voelen wij ons als ouders vaak tekortschieten? Wat zijn wij in ons alledaagse gewone leven? Je komt elkaar tegen, ochtend vroeg, met het ochtendhumeur. Je komt elkaar tegen, s'avonds laat, als je te moe bent. Je komt elkaar tegen op de alledaagse momenten. En wanneer heeft Gods Geest nou ingegrepen? Ja, bij mijn broer was het ver buiten huis. Maar bij mij was het in de huiskamer. Samen met mijn ouders en mijn broer. Met die eerste Bijbelstudies die wij deden toen wij in Noordwekker Hout woonden. Gods Geest werkt. Mijn moeder zei terecht. Door, nee, maar buiten ons om. Maar ik zeg altijd: en door jullie heen. Het is goed nieuws voor ouders. <laughs> maar het is ook goed nieuws voor ons als gemeente. God, die door ons heen wil werken, heel gewoon, werkt ook buiten ons om. Eigenlijk gebeuren de meeste dingen die God doet buiten ons om. Toch? Als ik. Even een paar stapjes wegneem van, um, van het Bijbelgedeelte. Heel vaak wordt op hemelvaart over zending gesproken... vanwege dat dit hier in deze tekst de laatste woorden zijn van de Heer. En zo vaak wordt zending als een opdracht neergezet. Maar het mooie van deze woorden is... dat zending heeft alles te maken met God die het doet... en vaak ook buiten ons om, want het hangt niet van ons af. Het evangelie groeit in Jeruzalem... Geheel Judea, Samaria tot het uiteinde der aarde, vanwege Gods Geest die je doet. Door ons en buiten ons om. Zo geldt dat voor zendingswerk. Wij, u heeft als gemeente, heeft u ons jarenlang trouw gesteund. En dit is misschien wel een mooi moment om aan de gemeente te zeggen: hartelijk, hartelijk dank. Er is zoveel. Wat u mee hebt mogelijk gemaakt. In Afrika, Suriname en nu Pakistan, waar wij actief mogen zijn. Dus uh, al die jaren, ook van uw gebeden, ik stel het zeer op prijs. En ik hoop dat ik uw gebeden mag blijven genieten voor het werk wat wij doen. Maar als ik elke keer weer, als ik dan in de eredienst was en mij gevraagd werd: wil je wat vertellen over wat je doet? En dan ga ik vertellen over wat God doet, toch? Want het meeste wat in ons werk gebeurt, gebeurt buiten mij om. Wij als zendelingen moeten nieuwsbrieven schrijven. En u ontvangt van diverse zendelingen de nieuwsbrieven. En in de nieuwsbrieven vertel je alles wat er gebeurt. Maar heel duidelijk, als u goed leest, is het meeste wat er gebeurt, gebeurt buiten de zendelingen om. Eigenlijk, als je het heel eerlijk moet toegeven, ben je toevallig als je vertelt: dit is er gebeurd. Dit heeft God gedaan. Moet je eraan toevoegen, ik was toevallig op die plek op het juiste moment. Maar het was niet omdat ik het gedaan heb. We kunnen de credit niet nemen voor wat God doet. En als je dat ziet door de eeuwen heen hoe het gegroeid is. Het evangelie begon in Jeruzalem, toch? En toen Judea, heel Judea. En toen naar Samaria. Is het in Samaria begonnen door de discipelen heen? De apostelen waren er niet eens. Is het in Judea verspreid? Nee, ze waren. Je zou kunnen zeggen, de apostelen hebben dit gehoord van de Heer. Wat doe je als je hoort dat het Evangelie vanuit Jeruzalem naar Judea gaat? Als de Heer is opgenomen, wat zeg je dan tegen elkaar? Laten we een plan maken. Ons beleid moet erop gericht zijn om te verwezenlijken wat de Heer heeft aangezegd, voorspeld heeft. Ze kiezen wel een nieuwe Twaalfde Apostel uit, maar daarna zie je ze in Jeruzalem. Ze blijven zelfs schuilend in een bovenkamer. En die doen ze op slot, want er is dreiging om hen heen. Jeruzalem is niet de plek waar ze een plan gemaakt hebben om Judea te bereiken. In hun plannen. Als ze die gemaakt zouden hebben, kwam Samaria helemaal niet voor. U weet wat in handelingen 5, wat er gebeurt en handelingen 6. Als de gemeente daar bij elkaar is en het blijkt dat die groeit en groeit en groeit... omdat er veel Grieks sprekenden bijkomen en niet alleen Aramees sprekenden. En de gemeente, die eerste dag al, 3000 kwamen erbij. En het woordje wat genoemd wordt in handelingen steeds opnieuw en opnieuw is... en het woord van God wies. God voegde toe... Aan de gemeente, aan hen die behouden worden. Het woord van God, het gaat om God die het doet door handelingen heen. En als je weet, ziet hoe het in Judea is gekomen, is het niet door hen heen, maar omdat er vervolging ontstond. Uit die discussie tussen Grieks sprekende en Aramees sprekende gemeenteleden kwam die vraag van buiten: ja, zijn jullie nu joods of niet? Want er komen zoveel van die halve Joden komen erbij. En er wordt gesproken tegen de gemeente. En er ontstaat een vervolging. Stevenus wordt gestenigd. En zijn steniging, zijn overlijden, zijn martelaarschap is de aanleiding voor de gemeente om verstrooid te worden over Judea. Over geheel Judea. En je ziet dat apostelen, worden leidinggevenden worden aangesteld, waaronder Filippus. En opeens zie je Filippus ook reizend uitkomen in Samaria. En dan gebeurt het. Gods geest werkt in Samaria door Filippus heen, maar eigenlijk buiten Filippus om. En ondertussen zitten de anderen, de twaalf, zitten in Jeruzalem. Die zijn er niet eens bij. Zo werkt Gods geest ook vandaag. Ook hier in Katwijk. Ook in Nederland. Het evangelie wat toen Jeruzalem verdween was al lang een Antiochieën een nieuw centrum geworden. Omdat God koos om Paulus te roepen. En hij werd de apostel die het naar de niet-Joden gebracht heeft. Geen apostel heeft Paulus uitgekozen. En nog wel iemand die de vervolging leidde. U kent hoe handelingen verder gaan. Het evangelie gaat wereldwijd. En daar doet eigenlijk de mens, de apostel en de gewone mens... weinig aan toe of af. Later zie je dat uiteindelijk het evangelie in Ierland terecht is gekomen. En vanuit Ierland is het in Nederland terecht gekomen. Ierland is het zendingscentrum na Antiochië geworden. Terwijl de toenmalige christenen al lang niet meer God echt volgden... is vanuit Ierland de nieuwe opwekking begonnen... waar wij door gezegend zijn in de 7e en 8e eeuw. U kent de naam wel van Bonifatius. Willy Brod, ooit van gehoord. Die zijn op hun bootjes naar het continent van Europa gekomen. Wij zijn van de Reformatie zijn wij ons meer bewust. Wat een overgang dat toen de Bijbel in alle bekende talen kwam. Maar dat dat samenviel met de boekdrukkunst is toch onvoorstelbaar. Wat een verspreiding heeft het Evangelie gehad toen een aantal mensen hun leven ervoor over hadden om te vertalen en te verspreiden omdat die techniek erbij was gekomen. En als u nou vandaag, en dat heb ik zo vaak gezegd als ik dan zending mocht presenteren, hoe is nu de groei van het evangelie wereldwijd? Of waar is die groei vooral zichtbaar? Dan is het in het zuidelijk halfrond. Mijn vraag aan u, en dit is nou de kans om het te herhalen: hoeveel nieuwe gemeentes komen erbij wereldwijd per week? Nu is de zaal leeg. U bent nu thuis, dus u ziet niet. Wie reageert. Maar als ik u persoonlijk die vraag nog eens een keer stel: per week, hoeveel nieuwe gemeentes komen er bij? Voordat ik in Afrika begon, heb ik me met die vraag bezig gehouden. En toen, twintig jaar geleden, was de vraag beantwoord met onderzoek. En het onderzoek wees op 4000 nieuwe gemeentes per week. Ik ben iemand die denkt, nou, dat zal wel de helft zijn. Weet je wel, het wordt een beetje overdreven. Nu spreekt men van 6000 per week. En zo is heel Latijns-Amerika christelijk. Zo is in Azië het ene land naar het andere land christelijk geworden. Heel Afrika is nu het meest christelijke continent wat er is. En terwijl wij, secularisatie heet dat dan, waar wij de kerken leeg zien lopen... kerkgebouwen die verkocht worden, Katwijk is daarin niet trendzettend, u volgt. Maar ook in Katwijk gaat dat achteruit. De grote uitdaging voor ons als gemeente is, samen met de andere gemeentes in Katwijk... dat God heel Katwijk bereikt. En het lijkt alsof het minder en minder wordt, toch? Wat zou het mooi zijn als de kerk groeit door mensen die van buiten binnenkomen die helemaal geen christelijke opvoeding hebben gehad? Maar het is God die dat doet. Door ons heen, maar ook buiten ons om. Dat is de boodschap. Het hangt niet van ons af. Maar als je handelingen goed bekijkt, en ik ga terug naar vers 8. Kijk met mij mee. Die vraag die aan hen gesteld werd. Of eigenlijk aan de Heer Jezus gesteld werd. In vers 6 en 7, herstelt gij in deze tijd het koninkrijk, het koningschap voor Israël? Laat zien waar ze mee bezig waren. Zij waren bezig met de hamvraag voor hen: gaat het nu gebeuren dat wat wij noemen het duizendjarig rijk zal aanbreken? Dat het, de troon van David weer in Israël en niet die buitenlanders, die Romeinen. Hè? Met, met, met overheersing al vier eeuwen lang gaat dit nu weer een eigen volk, maar door de Messias geleid. Bent u degene? Gaat u het koninkrijk herstellen? En de Heer had net had hij, hij onderwezen, en in het onderwijs had hij hen aangegeven, dat zij ja, het koninkrijk en de kracht van Gods geest meer zullen gaan ervaren. Maar hoe werkt dat dan? Was hun vraag. En eigenlijk, als u met mij dit nog eens leest, vers 8... Gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem. Was dit een opdracht? Nee. Dus getuigen zijn in Katwijk is niet een opdracht in ons eigen Jeruzalem. Het is een voorspelling dat het gaat gebeuren. Maar als je goed leest in de hoofdstukken daarna, en je zou die vraag stellen aan hen, en je zou zeggen vanuit het gedeelte: De Heer zegt. Wij zullen getuigen zijn in onze woonplaats. Dan blijkt in vers 11 dat dit helemaal niet mensen uit Jeruzalem waren. Dit waren mensen uit Galilea. Galileese mannen. Ze waren de, waar ze waren, daar zou God hen gebruiken. Er zit geen opdracht in, er zit geen voorspelling dat het in de eigen woonplaats is. God werkt waar ze ook zijn door hen heen. En Jeruzalem, daar wilden zij niet zijn. Het was dus een voorspelling die als het ware slecht nieuws is voor hen. Het slechte nieuws voor hen is dat zij in de plek waar ze niet thuis waren en waar ze niet wilden blijven, ze wilden weg. En als je in Matthäus 28 leest waar zij de grote zendingsopdracht krijgen, waren zij niet in Jeruzalem, waren ze in Galilea. Het is ook de opdracht van hen om in Jeruzalem te blijven als de Heilige Geest over hen komt. Nou, u kent het gedeelte. Maar tussen de regels door weten we dat zij dus daar waren waar ze niet wilden zijn. En toen het evangelie uiteindelijk in Samaria kwam via Filippus, toen zei de apostel tegen elkaar, hier moeten wij heen. <laughs> Dit kan niet zomaar zonder ons gebeuren terwijl het zonder hen gebeurde. En als je dan ziet, ondanks een vervolger als Paulus, wordt hij gebruikt om daarna de heidenen te bereiken. Maar de eerste, de eerste leidinggevende van de gemeente Petrus, die was zo traag in leiding geven aan deze ontwikkeling. Het is in Judea, in geheel Judea. En uiteindelijk gaan die apostelen niet alleen Samaria opzoeken, maar ook de andere plaatsen. En zo komt Petrus in Joppe, u kent het verhaal. En dan is hij in een huis, en dan zit hij daar boven op het dak, een plat dak, en dan gaat het eten, wordt zo geserveerd, en hij valt in slaap en dan krijgt een droom. En die droom is heel simpel. Die droom is, bereid zelf je maaltijd voor, hij had blijkbaar trek, <laughs> en eet. En dan in zijn droom, zo vroom als hij was als jood in die tijd, hij zegt, ja maar het deel van het eten is niet kosher. En dan klinkt van de stem in de droom van boven, wat God kosher noemt, moet jij niet onrein noemen. Hij krijgt een tweede keer, krijgt hij dezelfde droom. Slacht en eet en zegt, nee, wat niet kosher is, zal ik niet aanraken. Want hij is oud testament, die is goed opgevoed. Hij hield zich aan de toenmalige Tora. En wat de leiders allemaal zeiden in Israël. En het doek gaat weer omhoog. En dan komt het de derde keer. En dan klinkt het weer. Slacht en eet. En hij zegt. Nee. En dan gaat nog een keer het woord. Wat God rein noemt, zult gij niet onrein verklaren. Gaat de bel ding-dong. En dan blijkt dat daar beneden staan er heidenen aan de deur. En die zeggen. Onze hoofdman, een militair iemand van de overheersing. Heeft een droom gehad en wij moesten u halen om bij hem te komen. En dan valt het kwartje, of beter gezegd, de shekel. <laughs> wat God niet wil weghouden. Wat hij niet onder. Hij, heidenen. Hij gaat mee en het eerste wat Petrus zegt. Als hij dan in Caesarea, naburige grote plaats, komt. bij deze hoofdman. gaat hij naar binnen. Lieve mensen, ik weet niet of je dat beseft. Maar. Een jood in die tijd ging nooit binnen bij een heiden, want binnen heerste, je zou vandaag zeggen, corona. Je meet het huis van een ander. Het was niet kosher. Je wou besmetting wou je voorkomen. En wij hebben nu onze anderhalve meter uh, samenleving aardig uh, gehoord en proberen dat gestalte te geven. Een jood hield anderhalve meter afstand van elke niet-jood. In de marktsituatie moest je wel dingen kopen die door anderen waren aangeraakt. Nou, wat doen wij allemaal niet aan hand- en mondmaskers, al dan niet dragen om besmetting niet te krijgen, niet te geven. Maar als je hetzelfde voedsel aanraakt, moet je dan allemaal handschoentjes aantrekken voordat je boodschappen gaat doen? Of ga je dan daarna je handen. Nou, die vraag in die tijd was precies zo. Dus de gewoonte, het onderwijs van de rabbis was dat je altijd nadat je markt was geweest en je voedsel in huis had, moest je daarna eerst. Je handen wassen tot de ellebogen. En een tweede keer je handen wassen vanaf de pols. Zodat er geen enkel bacterie, zou je zeggen. Of virus, zou je vandaag zeggen. Toen geen enkel onrein iets van een heiden op je lichaam zou komen. En nu gaat Petrus naar binnen. En hij gaat heidenen vertellen. die een droom hebben gehad. En in die droom moesten ze hem uitnodigen gaat die heidenen vertellen van de Heere Jezus. Het eerste wat hij zegt, Petrus, is, jullie weten dat het Jood niet is toegestaan om bij een heiden in huis te gaan. Nou, als je cursus evangelisatie geeft, is dat niet de manier om bij iemand binnen te stappen. <laughs> Zo begin je niet je presentatie. Maar ondertussen wisten de heidenen het wel, hoe chauvinistisch ze waren, hoe zij onrein, niet koosje gezien werden. En Petrus vertelt, en dan valt de Heilige Geest op die mensen die tot geloof komen. Heb je hoofdstuk 10 gehad en je leest één bladzijde of één hoofdstuk per dag? Kom je in hoofdstuk 11, dan lees je exact hetzelfde. Maar dan is Petrus terug naar Jeruzalem gegaan en hij wordt op het matje geroepen door de anderen. Hoe kun jij als leider van de gemeente nu je niet houden aan niet de coronamaatregelen, maar je niet houden aan de oud-testamentische maatregelen? Hoe kun jij bij een heiden naar binnen zijn gegaan? En dan vertelt hij van die droom en het doek wat naar beneden kwam. Slacht en eet, niet koosje. De tweede keer, de derde keer, ding dong, de bel die gaat. En hij vertelt het hele verhaal letterlijk hetzelfde. Hoofdstuk 11 is een herhaling van hoofdstuk 10. Maar dan komt het. En die zegt hij: En toen ik hen vertelde van de Heer, onze Heer Jezus, viel de Heilige Geest op hen net als bij ons. En dan zegt die vrije vertaling van John: Je kan de Heilige Geest toch niet terughouden, terugduwen. Gods Geest werkt. In dit geval door Petrus heen, maar eigenlijk in die droom buiten Petrus om. Hoe kan hij zich zo niet aan de toenmalige, niet corona, maar kosher maatregelen... daar zich niet aan gehouden hebben. Hij als leider van de gemeente. En je ziet door handelingen heen steeds maar weer die aarzeling. Terwijl God in Antiochieën... Al een nieuw centrum voor de gemeente aan het bouwen is in Jeruzalem, nog steeds die discussie, moeten nou de heidenen jood worden of niet? Moeten de heidenen zich houden aan de maatregelen van het Oude Testament? En die discussie kent u uit Handelingen 15, en dan wordt uiteindelijk samen besloten dat heidenen welkom zijn. Op een paar dingen na hoeven zij zich niet te houden aan de joodse gewoontes zoals God die voorschreef. In het Oude Testament. En blij gaan Paulus en Barnabas de voorbereidingen treffen. om weer hun tweede zendingsreis te beginnen. En dan ontstaat er een heel naar moment. Gods geest werkt. door Paulus en door Barnabas heen. Maar werkt hij ook door Timotheus heen? Deze jonge broeder heeft hen in de steek gelaten tijdens de eerste reis. En dan krijg je als het ware een conflict over. Personeelsbeleid. Wel of niet deze man weer meenemen. En we weten niet wat er precies gezegd is. Misschien zegt Marcus wel, ja, hallo. Um, we hebben toch jou ook erbinnen gehaald, Paulus. Hoe kun je nou zo tegen wat Gods geest doet in mensen ingaan? Ook al zijn ze niet de juiste kandidaat. God heeft jou toch ook gebruikt? En misschien heeft omgekeerd... Paulus wel tegen Barnabas gezegd: Ja, je ziet het niet scherp, want hij is familie. En als iedereen familie van elkaar is, dan zie je niet meer scherp. Wat er gezegd is, is niet op deze toon gezegd. Want er staat: er ontstond bitterheid tussen Paulus en Barnabas. En die twee gingen uit elkaar. Twee zendingsorganisaties. En dan zeggen wij met ons boerenverstand. Met wie van het twee gaat de Heilige Geest mee? Wie heeft er gelijk? Wel of niet Timotheus weer meenemen? Zo zijn er van ons die uit een andere gemeente zijn vertrokken, niet omdat u verhuisde, maar omdat er misschien wel problemen waren. Je doet het toch, hè? Je kijkt toch over je schouders terug en dan zeg je tegen jezelf: gaat God Geest daardoor, terwijl ik wegga? Het is zo wonderlijk om mee te maken dat Gods Geest overal doorgaat, ook ondanks. En zo gebruikt u ons ook ondanks. Dat zeggen wij niet als wij praten over dingen op het zendingsveld, hoeveel ruzies er geweest zijn en hoeveel ruzies dingen eigenlijk hadden moeten ja, stopzetten en Gods geest gaat door. U heeft als katwijk heeft u een voorrecht om nooit een scheuring te hebben meegemaakt als gemeente. Maar we hebben wel meegemaakt dat mensen zijn vertrokken. We kennen allemaal ons eigen falen. En door handelingen heen, wat je ziet, is dat Gods Geest werkt door deze apostelen heen. En buiten hen om en ondanks hen. Dat is het goede nieuws van handelingen. Het gaat niet om de handelingen van de apostelen. Het gaat om de handelingen van de Geest door deze mensen heen. Buiten hen om en ondanks hen. En zo geldt dat ook voor ons. Ik zou willen afronden. En ik wil u als gemeente op deze Hemelvaartsdag met deze laatste woorden van de Heer aangeven, het hangt niet van ons af. Hij werkt door ons heen, maar ook buiten ons om en ook ondanks ons tegelijkertijd. Mogen de Heren u in Katwijk, in de Baptistengemeente en in de andere kerken zegenen, opdat anderen daardoor gezegend worden. Zegenen door ons heen, buiten ons om en ondanks ons. Amen. Terwijl de muziek gaat staan, mag ik voorstellen om toch met elkaar in gebed af te sluiten. Zullen wij samen bidden? O hemelse Vader, dank u wel dat u door uw Zoon en door uw Heilige Geest werkt in deze wereld... en dat het niet van ons mensen afhangt. Jezus heeft u ook ons bereikt, persoonlijk... En wij kijken naar de menselijke kant en wij zien vaak niet die energie van u die door alle dingen die gebeuren heen gaan, ook ondanks dingen die gebeuren heen gaan. U gaat door. We danken u in Jezus naam. Amen.